In deze video ga ik u de Marie 5 van het merk Swando laten zien. Een heel prettig stoeltje die u van 0 tot 4 jaar kunt gebruiken. Ook eigenlijk een van de weinige die u echt vanaf de geboorte zou kunnen gebruiken. Vanwege het hele prettige inlegkussentje wat erbij zit. Meest gebruikelijke is wel om de stoel na het gebruik van een maxi-cosi babystoeltje aan te schaffen. Het stoeltje is achterwaarts te gebruiken tot minimaal 15 maanden, mag ook langer, maar minimaal 15 maanden, dat is de wetgeving. U kunt het stoeltje door middel van de geïntegreerde Isofix aan de auto vastmaken. De steunpoot natuurlijk netjes op de vloer, dus op die manier zet u hem aan twee kanten netjes vast. Nou, wat zijn nu de voordelen van het stoeltje? En dat zijn er best een heel aantal, dus ik ga er met u stapsgewijs doorheen. De slaapstand is het eerste voordeel, heel erg diep. Zorgt er in ieder geval voor, zeker ook omdat de bank in de auto altijd een beetje schuin staat, dat wat er ook gebeurt, kindje altijd met hoofdje naar achteren toe slaapt en niet op deze manier in de autostoel ligt met een lang stuk rijden. Een hele verfijnde pasvorm. De pasvorm is wat ronder. Aan de zijkant hier een knop waarmee u het stoeltje een slagje kunt laten draaien. En hier heeft u het verkleinkussen, zodat u het stoeltje eventueel vanaf de geboorte zou kunnen gebruiken. Een paar voordelen. Nou, één was natuurlijk al de slaapstand. Twee is de fijne pasvorm van het kussentje. En dat u hem stapsgewijs kunt groter maken. Een kindje wordt natuurlijk ook stapsgewijs een beetje groter. Zit ventilatie zowel in het stoeltje als in het kussentje. Dat het voor lange stukken rijden niet al te warm wordt. En wat fijn is, is dat de gordelpads heel soepel zijn. Die vouwen heel mooi over een schouder. En ook als kindje een jaar is, en ze zijn nog niet enorm stevig gebouwd, zie je vaak dat bij heel veel stoelen van die dikke grote gordelpads langs de wangen van het kindje loopt. En eigenlijk niet een ideale pasvorm hebben. En deze stoel heeft hele verfijnde gordelpads. Nou, als dit kussentje weghaalt, ziet u dat het stoeltje ook echt voor een ouder kindje perfect geschikt is. Nou, wat u hier ziet is een paar extraatjes. Een extra gordelpad bij de heupgordeltjes, zodat als ze in de zomer met een korte broek zitten, niet die gordel langs de benen snijdt. Nou, die magneetjes, zodat u als uw kindje eruit haalt en u komt weer terug, uw stoeltje zo aantreft. De nieuwste editie, dat is dan deze, daarbij springt het tussenbeenstukje ook elke keer naar voren toe. Dus wat we heel veel horen is dat als ouders hun kind erin zetten, dat ze elke keer bovenop dat tussenbeenstukje gingen zitten. En als ze dan weer dat tussenbeenstukje onder het kindje vandaan moesten halen, nou, dat hoeft nu niet meer, dat zit mooi naar voren toe. De knop waarmee u de gordels verstelt is helemaal netjes dichtgemaakt. Er kunnen geen koekkruimels tussen komen, want heel vaak zien we, aan het begin heb je natuurlijk goede voornemens, maar een halfjaartje is er weinig van over, zitten er overal koekkruimels in de stoel en dan werkt het allemaal niet meer zo lekker. Dan gaan de gordeltjes niet meer zo lekker naar binnen en naar buiten. En hier kan geen koekkruimeltje tussen komen. Dus het draaimechanisme blijft na 5 jaar nog steeds werken. En het knopje werkt nog steeds soepeltjes met erin en eruit. Daarom geven ze ook levenslang garantie op de stoel. Dus echt een stoeltje waarmee u lang vooruit kan. Misschien nog wel een keer een tweede kindje kan vervoeren. Verder hebben ze hier ook een soort oogje. Die staat op de hoofdsteun. Dan kunt u precies zien op welke hoogte u het hoofdsteuntje moet afstellen. Dat kunt u door middel van deze knop doen. En zo groeit het stoeltje mee tot 1,5 meter, tot ongeveer 4 jaar. Als u goed kijkt, ziet u dat het stoeltje wat rondere pasvorm heeft. Als kinderen klein zijn, is dat prettig. Want je ziet dat ze dan met de voetjes soort van hier in dit kuiltje liggen. Dus met de beentjes een beetje in kleermaker zitten. Als ze ouder worden, is het zitvlak ietsje korter. Dat loop je natuurlijk een beetje rondweg. Waardoor de knieholte iets beter zeg maar, aan het eind van het zitvlak zit en de beentjes wat beter naar beneden vallen. Bij heel veel stoelen zien we hele vierkante pasvormen. Nou, gaat allemaal ook wel, ze worden ook ouder, maar op deze manier zitten ze qua pasvorm er vaak veel fraaier in. Als je het stoeltje naar voren toe vervoert, zit hij mooi slank aan de achterkant tegen de bank aan, dat hij niet te veel diepte in beslag neemt in de auto. Sowieso is het een vrij compact stoeltje qua ruimte. Hij past in een gemiddelde auto, een Upje, een Polootje, een Fiesta, past die prima. Oké, misschien moet af en toe de voorstoel iets naar voren toe, maar er zijn veel grotere stoelen. Dan hebben we ook aan de zijkant een soort opzetstukje voor de bescherming aan de zijkant. De stoeltje scoort bij de ANWB al goed, dus wat dat betreft ook wat veiligheid betreft een aan te bevelen stoeltje. Dit is nog een soort stootkussentje aan de kant van de deur. Die bevestigt u aan de kant waar de deur natuurlijk dicht gaat, zodat de afstand tussen de stoel en de deur wat kleiner wordt en dat het stoeltje wat eerder wordt opgevangen als er wat gebeurt. Goed, aan de voorkant natuurlijk dan hier weer die knop voor het verstellen. De poot die u aan de
op de vloer kunt bevestigen. Dus zo werkt het stoeltje. In de kuip zitten ventilatiegaatjes, dus voor de warmte hoeft u geen extra zomerhoes te kopen of u hoeft geen aerosleep matje te kopen. Het zit allemaal geïntegreerd in de stoel. En wat ook fijn is, in de hoofdsteun, dus dan kunt u dat niet kwijtraken, zit een soort, soort kunststof schoenlepeltje. Als u de bekleding gaat wassen, dan zit er een soort elastieke rand aan de onderkant van de stof. Nou, als u dat weer terug wil gaan doen, bij veel merken, dan kost het je 3 nagels voordat je dat bekledingje terug hebt. Hier kun je eigenlijk heel makkelijk die schoenlepel er langs halen. En dan stop je op die manier de bekleding weer netjes in de stoel. En ik heb nog niet heel veel ervaring, maar het kan nog veel sneller dus. Het is echt heel makkelijk om je bekleding erop en eraf te halen. Ik ga u laten zien hoe u de stoel in de auto kunt bevestigen. Aan beide kanten van de stoel zit op de base een lusje. Die pakt u met een vingerbeet en u trekt ze naar buiten toe. En u schuift dan de Easyfix naar achteren toe. Precies dezelfde wijze is het voor het eruit halen van de stoel. Aan de zijkant is de indicator nu rood. Dus als u ze aan beide kanten goed aansluit op de Easyfix, worden ze groen, zo strak mogelijk tegen de bank aanzetten. Aan de onderkant zit bij de steunpoot een knopje waarmee u de poot kunt verstellen. Als u hem goed op de vloer heeft zitten, wordt ook hier de indicator aan beide kanten groen. Nou, dit is hoe de stoel vaststaat en dan staat hij echt als een huis in de auto. Het stoeltje voldoet natuurlijk aan alle wetgeving, dus de nieuwste eisnormen voldoet het stoeltje ook keurig aan. Kortom, het is een heel praktisch stoeltje voor het gebruik voor uzelf. Het is een heel comfortabel stoeltje, zowel voor een jonger als voor een oude kindje. Van alle gemakken voorzien, ook voorzien van verschillende accessoires. U kunt nog een zonnekapje kopen, zeker als ze jong erin gaan of veel slapen, is dat nog wel een mooie toevoeging. Een voetensteun die u hier kunt bevestigen aan de steunpoot voor als ze ouder worden. Een voetenzakje voor in de winters. Kortom, u kunt ook verschillende producten bijbestellen. Dat kunt u allemaal zien op onze website www.beenpark.nl. We hanteren ook de laagste prijsgarantie. Dus ziet u een product 5 euro goedkoper online, geef het alsjeblieft aan. Dan passen we onze prijs netjes aan. En als u nog meer vragen heeft, dan bent u van harte welkom in een van onze megastops.